Goeiedag en welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Ik ben gevestigd in een C-klasse uitgevoerd met een command systeem en vandaag gaan we het hebben over de systeeminstellingen. De systeeminstellingen zijn te vinden in het keuzemenu van de auto, geheel aan de rechterkant. Binnen de systeeminstellingen kunnen wij de weergave en stijlen kunnen wij veranderen. De weergave en stijlen hebben invloed op het thema van de auto, als mede de tellers van het digitale instrumentencluster. Als wij deze veranderen en we gaan richting stijlen, staat er nu op progressief, die is met rood gevormd en eventueel digitaal. Zetten wij hem op sportief, dan zien wij de tellers van kleur en input veranderen. Bij klassiek verandert ook weer de kleur van de auto naar een iets rustigere omgeving. Qua extra displaygedeelte is deze ook in te stellen. Deze is op dynamisch, navigatiekaart, verbruik, tijd en datum in te stellen. Als wij hem op dynamisch instellen, dan krijgen wij binnen het menu waar wij zijn, krijgen wij daar het volledige beeld van weer. Zetten wij hem op navigatiekaart en ik zal u een voorbeeld daarin geven. Op het moment dat wij dan in bijvoorbeeld telefoon staan, dan zien wij aan de linkerkant van het scherm zien we ook een stukje navigatie verschijnen. Ook is deze instellen op verbruik, dus een permanente verbruikskaart en tijd en datum. De helderheid van het display is ook in te stellen. U kunt uw display uitzetten en u kunt het dag-nacht design kunt u aanpassen. Het dag-nacht design kent u eventueel van uw navigatie, dat hij op het moment dat het begint te schemeren, dat hij donkerder gevormd wordt. U kunt deze kaarten kunt u dus ook permanent op dagdesign of permanent op nachtdesign zetten. En anders op automatisch, dan doet de auto het geheel zelf. Qua invoer van de auto kunt u hier de touchpad gevoeligheid kunt u instellen. De touchpad is de touchpad gevestigd in het middenconsole van de auto. U kunt ook de touch control gevoeligheid instellen. Deze touch controls vindt u dus op het stuurwiel. Dat is de zwarte button op het midden van het stuurwiel. De touchpad kunt u ook aan en uitzetten. Dat betekent dat u hem wel of niet kan gebruiken. Een touchpad tik op het moment dat u deze gebruikt. Een haptische bedieningsfeedback aan en uitzetten. Of een akoestische bedieningsfeedback op normaal, luid of uitzetten. Qua audio is de navigatie en verkeersinformatie in te stellen. De volume van uw rijaanwijzingen binnen de navigatie. De verlaging van het audiovolume bij rijaanwijzing, die kunt u aan en uitzetten. De rijaanwijzingen tijdens het telefoongesprek aan of uitzetten. Verkeersinfo en volumeverhoging wanneer er verkeersinfo wordt gegeven. Qua systeemfeedback kunt u de volume gesproken weergave kunt u instellen. Dus hoe hard het systeem spreekt wanneer u deze activeert. De akoestische bedieningsfeedback op normaal, luid of uit. En de handschriftherkenning voorlezen aan of uitzetten. Bij telefooninstellingen audio kunt u uw beltoonvolume en gespreksvolume ook individueel van elkaar instellen. Qua connectiviteit kunt u hier uw Bluetooth aan en uitzetten. Uw NFC-gebied actief stellen. Het NFC-gebied, ook wel bekend als Near Field Communication, die is in het middenconsole, is die gevestigd. De wifi kunt u aan en uitzetten. Een hotspot instellen en de internetstatus opvragen. Voor het gebruik van internet in de auto verwijzen wij door naar de video van Mercedes Mi. Ook uw Bluetooth-apparaten zijn hierin in te zien. U kunt hierin gelijk een nieuw Bluetooth-apparaat verbinden of uw huidige apparaten inzien.
Via Command Touch krijgt u de mogelijkheid om via uw mobiele telefoon het command systeem te bedienen. En nu kunt u hierin uw nieuwe apparaat autoriseren. U kunt daarin ook informatie opvragen over Command Touch, hoe u die het beste in kan stellen. U kunt uw tijd en datum instellen, taal instellen, maateenheden instellen of u op kilometer per uur of op miles per hour instelt. Uw auto personaliseren door een profiel aan te maken. Kijken of uw software geactualiseerd is. Of dat uw automatische online updates aan of uitstaan. En of er eventueel een update beschikbaar is. En u kunt uw systeem backup kunt u eventueel op het moment dat u uw contact ingeschakeld heeft. Kunt u deze via een USB-poort in het middenconsole kunt u deze een backup geven. U kunt ook uw commandsysteem van een pin voorzien. Dat kan hier via pinbeveiliging. U kunt uw in-car office opties kunt u inzien. In-car office is een mogelijkheid om uw agenda te integreren in de auto. Hier verwijzen wij ook graag door naar de instructievideo van Mercedes Me. En hierin kunt u ook info over het systeem teruglezen, over het commandsysteem, mocht u daar nog vragen over hebben. En u kunt ook het systeem geheel naar fabrieksinstellingen terugzetten. Voor zover de video over het instellen van de auto.